Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het zesde seizoen van Black Mirror, die nu te streamen is op Netflix. Het is blijkbaar dus al meer dan 4 jaar geleden sinds we voor het laatst Black Mirror gehad hebben. Dus ik moet ook wel zeggen dat ik heel blij was om gewoon nieuwe afleveringen te kunnen kijken. Want over het algemeen ben ik wel echt een groot fan van Black Mirror. Het hele concept van verhalen vertellen die soort van de duistere kant van technologie laten zien, dat heeft gewoon tot nu toe heel goed gewerkt. Natuurlijk heb je altijd wel met die Anthology-series dat de ene aflevering je wat beter ligt dan de andere, maar ik denk als het aankomt op dit soort series dat Black Mirror zeker wel een van de beste is. Maar je zat als fan natuurlijk ook wel al een beetje te denken van hoeveel onderwerpen en stukken technologie kunnen ze nou nog behandelen met deze serie. Het lijkt niet een serie die voor eeuwig kan doorgaan. Daardoor heeft Charlie Broker, de maker van deze serie, dus bewust gekozen om met dit seizoen een beetje de grenzen te verleggen van wat een Black Mirror aflevering precies kan zijn. En hoewel ik denk dat het grotendeels wel goed is uitgepakt, snap ik wel het kritiekpunt dat in sommige van deze verhalen een beetje dat technologieaspect mist. Als je kijkt naar een aantal van deze afleveringen, dan hadden die net zo goed gewoon een plaatje kunnen vinden binnen American Horror Stories als binnen Black Mirror. Maar goed, ik als horrorfan kan dat juist wel waarderen dat Black Mirror in dit seizoen dus ook wel af en toe ietsje meer op de horrorkant leunt. Maar ja, laten we gewoon snel alle afleveringen bespreken. Ik zal het wel spoilervrij houden voor het geval je dit seizoen nog niet gezien hebt. Want de eerste episode, Joan is Awful, was wel overduidelijk een echte Black Mirror aflevering. Deze had dus commentaar op AI's, op deepfakes en op de mogelijkheden van een combinatie van die twee. En dat is dus een toekomst die best wel eng is, maar ook heel erg realistisch. Als je kijkt naar de schrijversstaking die nu dus bezig is, heb je bepaalde studiomensen al grappen zien maken van ja, dan huren we toch gewoon AI's in om de scripts te schrijven. En om eerlijk te zijn, als je kijkt naar sommige Hollywood blockbusters uit de afgelopen paar jaren, dan kan het soms ook best wel aanvoelen alsof die scripts al geschreven waren door AI. Maar in het geval van Joan is Awful komt een vrouw, Joan, er dus achter dat er blijkbaar een hele serie over haar leven geproduceerd is en draait op Netflix. Nou ja, in het geval van het Black Mirror universum is het de Streamberry, geloof ik, maar het is overduidelijk gewoon een kopie van Netflix. In deze serie wordt ze dus gespeeld door Selma Hayek in haar fictieve versie, en hoe meer ze dus gaat proberen te achterhalen hoe dat kan, hoe gestoorder deze aflevering wordt. Ik moet zeggen dat het einde van de aflevering misschien net een paar stappen te ver ging voor me. Het was allemaal een beetje ver gezocht, maar tegelijk paste het ook wel een beetje bij het meta-commentaar wat ze probeerden uit te voeren met deze episode. Dit was dus in ieder geval degene die het meest relevant aanvoelde als het aankomt op het technologische aspect, omdat dat dus ook gewoon een technologie is waar nog steeds discussies over gevoerd worden. Maar de tweede episode, Log Henry, begon al een klein beetje een andere kant in te slaan. Maar die deed me bijvoorbeeld wel denken aan de allereerste episode van Black Mirror, in dat ze allebei dus een vergelijkbare hele duistere twist hebben. Maar in Log Henry volgen we dus een jong stel die op filmschool zit, terwijl ze teruggaan naar de geboorteplaats van het jongetje uit het stel. En daar op het platteland van Schotland komen ze er dus achter dat er een bepaalde true crime zaak zich daar heeft afgespeeld, die heel erg geschikt zou zijn voor de documentaire die ze gaan filmen. Maar naarmate we dus meer leren over die zaak, dan blijkt dat de jongen in dat stel toch wel heel veel persoonlijke betrekkingen heeft bij deze zaak. En deze voelde dus al wel iets minder technologisch, maar het hele commentaar hiervan was natuurlijk hoe ver streaming services en gewoon studio's in het algemeen gaan voor bepaalde true crime documentaires. Maar dan de derde episode is de episode met Aaron Paul, oftewel Jesse uit Breaking Bad, en dit was ook wel echt overduidelijk een echte Black Mirror episode. Want Beyond the Sea speelt zich af in 1969, maar in een alternatieve versie van onze tijdlijn, waarin ze dus bepaalde technologie hadden die wij toen niet hadden. Aaron Paul speelt dus samen met Josh Hartnett twee astronauten die op een ruimtemissie zijn, maar terwijl ze dus in dat ruimteschip zitten, kunnen ze met een bepaalde technologie een robot besturen terug op aarde. En die robot ziet er dus gewoon precies hetzelfde uit als hunzelf. Het is gewoon een soort van kopie of clone van hun eigen persoon. Maar ze leunen in deze episode ook best wel veel op religieuze thema's en wat het dus betekent om te leven en zo. En wanneer is zo'n robot of een clone nou wel of niet echt een levend ding? En het bestaan van die robots lokt dus een bepaalde cult naar buiten. En vanaf dat punt in de episode begint de episode opeens een heel stuk duisterder te worden. En het einde van deze episode is misschien wel de meest verknipte en fucked up einde die we tot nu toe gezien hebben in Black Mirror. En dat is dus wel echt een hele grote statement. En van alle episodes was dit dus ook wel degene die me het meest gechoqueerd heeft achtergelaten. En ik denk daardoor dus ook wel dat het misschien mijn favoriet
favorieten is van dit seizoen. Maar de vierde episode is degene waar de meningen denk ik het meest over verdeeld zijn. En dat is de episode Maisie Day met Zazie Beetz in de hoofdrol. En dit is een beetje een commentaar op paparazzi, of zo begint het in ieder geval. Maar naarmate de episode zich dus ontwikkelt, dan komen er steeds meer horror elementen bij kijken. En dit is dus ook wel de episode die van alle Black Mirror episodes het minste als Black Mirror aanvoelde. Deze had dus ook gewoon in American Horror Story kunnen zitten. Maar goed, je zou kunnen zeggen dat paparazzi en hoe ze zich gedragen natuurlijk wel een gevolg is van technologie. Dus indirect is het ook wel weer een beetje toepasselijk. Maar ik moet in ieder geval zeggen dat ik het einde van deze episode zeker niet zag aankomen. En ondanks dat het een beetje cheesy en over de top was, heb ik er best wel van genoten. Maar dan de finale van dit seizoen was misschien wel een van de meest interessante afleveringen ook. In de vorm van Demon 79. Deze speelt zich af in Engeland dus. Met gewoon echte Britse acteurs. En niet per se heel veel bekende gezichten. Maar wat interessant is dat deze episode dus opent met een titelcard die het aangeeft als Red Mirror. Dus misschien is dit een soort van begin van een spin-off van Black Mirror ook. Want het technologie aspect in deze episode is wel echt heel ver te zoeken. Deze episode die leunt dus gewoon veel meer op soort van demonische en fantasy elementen. Want een vrouw werkt dus in een winkel en die vindt een bepaald amulet en die vertelt haar dus dat de wereld ten einde komt tenzij ze in de komende 3 dagen elke dag 1 persoon vermoordt. En ze wordt dus bijgestaan door de demon van dat amulet die haar helpt om die kills te maken. En dat is dus het hele avontuur van deze episode. Maar net als de 3e episode is het einde van deze episode ook gewoon heel erg verknipt en duister. Het laat je dus niet echt met een goed gevoel achter aan het einde van dit seizoen. Maar ik vond de episode wel tof genoeg dat als ze bijvoorbeeld een Red Mirror spin-off serie zouden maken, dan zou ik dat ook zeker wel gaan kijken. Maar tegelijk, als ze vanaf nu dus misschien in elk seizoen van Black Mirror 1 aflevering in deze Red Mirror stijl doen, dan zou ik daar ook zeker voor openstaan. En ik moet ook nog wel even erkennen dat door deze afleveringen heen er wel een aantal knipogen nog zitten naar andere episodes uit eerdere seizoenen, waaronder dus ook San Junipero. En dat heeft dus wel het effect dat Black Mirror steeds meer begint aan te voelen als een echt universum. En hopelijk kunnen ze daar dus ook een beetje mee spelen in komende seizoenen. Maar goed, laten we vooral hopen dat we niet nog een keer 4 jaar hoeven te wachten op het volgende seizoen, maar dat er vanaf nu weer een beetje lekker tempo in blijft. Want helemaal met de manier waarop de grenzen dus verlegd zijn tijdens dit seizoen, denk ik wel dat er veel meer speelruimte ligt nu. En dat de ideeën voor Black Mirror dus iets makkelijker te verzinnen zijn vanaf nu. Maar goed, laat me vooral weten wat jij van dit 6e seizoen van Black Mirror vond. Was het al die jaren wachten toch nog waard? Welke episode was je favoriete van dit seizoen en welke was je minst favoriete? En wat vind je dus van de introductie van al die horror aspecten? Laat het me weten allemaal. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.